Heel fijn dat u met zo ontzettend veel mensen hier aanwezig bent om getuige te zijn van de opening van de nieuwe tentoonstelling hier in Loosduinen Museum, Oorlogstijd in Loosduinen. Een bijzonder welkom aan de dames Vros, dochters van Abraham Vros, een van de vele verzetstrijders die de oorlog niet overleefden. Ook een bijzonder welkom aan Kees van Harmelen, die ons laat genieten van een jeep die, zeker weten Kees, met dubbel klutsen in zijn versnelling moet worden gezet. Hè? Ja, mijn man zat ook in dienst en die heeft dat allemaal mij uitgelegd. 75 jaar bevrijding. 75 jaar herinneringen. Veel mooie en lieve, maar ook droevige herinneringen. Het heeft ons gevormd tot waar we nu zijn. Door het boek geschreven door zus Jantine heb ik nog meer respect gekregen voor mijn moeder. Wat heeft zij het zwaar gehad al die jaren? Wat betekent het voor u het feit dat deze tentoonstelling hier te zien is? Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Ja, mijn vader staat op dat monument. Die is 10 dagen voor de bevrijding is die eigenlijk gefusilleerd. Dus ja, dat is zoiets wat je... Dit is een indrukwekkende tentoonstelling geworden waarbij zorgvuldig is gezocht naar ervaringen en belevingen uit de jaren 40-45 in en om Loosduinen. En dat waren vele belevingen. Er zijn 11 panelen en daar wordt stilgestaan elke keer bij een verschillend onderwerp. Ook hebben wij onze vader leren kennen door de brieven die ze elkaar schreven toen hij in de gevangenis zat. Mij werd wel gezegd, je vader had zich beter zorgen kunnen maken over zijn gezin dan het gevaar op te zoeken. Maar hij kon niet anders. Zijn rotsvaste geloof en vertrouwen op God dreef hem om het werk in het verzet te doen tot het uiterste. En dat het zo zou aflopen, heeft hij ook niet verwacht. 1, 2, ja. 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 Nou, heel mooi. Mooi. Ja. Soms moeten we letterlijk stil zijn. Als je ziet wat verzetstrijders hebben gedaan voor de vrijheid van ons als nageslacht. Stil omdat ze het niet hebben overleefd. Daarom staat er op de Lieve Biesveldweg een herdenkingsmonument waar wij altijd op 4 mei vele Loosduiners bijeenkomen om deze helden te gedenken. En hoe belangrijk vindt u dat dit soort dingen ook getoond worden? Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, het is gewoon, ja, je kinderen wil je er ook van vertellen en je kleinkinderen. En die zijn ook heel belangstellend, want dan vertellen ze of ze vragen van hoe was dit en hoe was dat. Wat kunt u hier op deze diverse panelen zien? Het begon op 10 mei 1940 door de landing van vele Duitse parachutisten die op het hulpvliegveld Ockenburg landen. Maar direct kwam ook het verzet in actie. En die hebben dus het vliegveld weer ontzet. Dat was heel fijn, want daardoor lukt het dat onze koningin over de Laan van Meerdervoort naar Hoek van Holland kon vluchten en per boot naar Engeland. En vorig jaar zijn we naar Zwolle geweest. Mijn vader heeft in Zwolle in de gevangenis gezeten. En hij is daar ook gefusilleerd. En toen zijn wij daar geweest en dan willen ze ook naar die plaats waar het gebeurd is. Ja, dan ben je natuurlijk allemaal helemaal ontroerd en het is belangrijk dat we het niet vergeten. Hè? Wat heeft ze nog meer te zien? Later, evacuatie van patiënten van de beide psychiatrische inrichtingen Bloemendaal en Rozenburg. En nog later het afschieten van de V2's naar Londen. En dat leidde weer tot Engelse bombardementen in begin 1945. Onder andere op het veilingterrein en het WSM-complex. En verwoesting van de huizen in de burgemeestersbuurt. We voelen ons bevoorrecht dat we hier zijn in het museum van Loosduinen. En met trots en een warm gevoel willen we graag deze tentoonstelling openen. Het is een postume erkenning voor alle die in de 5 oorlogsjaren hebben gestreden en daarbij het leven hebben verloren voor onze vrijheid. We hebben ook de bunkers langs de kustlijn die zijn aangelegd.
En de Atlantikwal die had tot gevolg dat velen hun huis uit moesten. En dat duindorpers werden gehuisvest in de paviljoens van Bloemendaal, omdat de patiënten daar weer waren geëvacueerd naar Drenthe. Weet u zeg maar alles wat er zo al gebeurd is in die periode met uw vader? Hij had heel erg psoriasis en astma, dus hij was heel ziek en toen hij zat in het verzet. En toen hebben ze hem naar Vught gebracht en toen heeft hij in ‘s-Hertogenbosch in het ziekenhuis gelegen, want hij zat helemaal onder het eczeem. En daar lag hij in een katholiek ziekenhuis en daar die zustertjes, die hebben hem eigenlijk ziek gehouden. He, om hem maar niet terug te laten gaan. Dus dat zijn eigenlijk wel weer mooie dingen. Maar ja, op een gegeven moment moest hij toch. En toen hebben ze hem teruggestuurd. Hi. Hey, Slami. Is hij komen? En? Hij is geen vriendin geweest. Ja, ze belt al op van wat van Malcolm Abraham. Ja, wat doet hij ook nu? Ja. In de hongerwinter werd het Interkerkelijk Voedselcomité opgericht, waar bewoners van Loosduinen iets te eten konden halen. Dit waren eigenlijk allemaal negatieve belevingen. Maar tevens kunt u zien op de panelen, maar inmiddels ook op een aantal oude films, dat we ook hebben gefeest en dat er optochten zijn geweest om de bevrijding te vieren. Een keur aan foto's en attributen is tentoongesteld. Er was te veel materiaal. En daarom staat er ook op de bovenverdieping, waar eigenlijk alleen maar een permanente tentoonstelling is, ook nog een aantal panelen. Maar ja, hij kon dat verzetswerk niet laten. Hij is daar weer mee doorgegaan. En zo is hij toch weer opgepakt. Hopelijk kunnen we in deze onrustige wereld het landelijk thema 75 jaar vrijheid nog jaren verlengen, zodat we in vrijheid kunnen voortleven. Ja, maar daar vind ik ook bijzonder. Er is in die tijd zoveel onbekend verzet geweest waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Nee. Ja, later denk je. Ja, je had een gezin met kinderen. Had daar ook aan gedacht. Maar ja, dat het land ging voor. Je bevrijding, je vrijheid. He, iedereen wil in vrijheid leven. Op 4 mei altijd de herinnering levend houden. Maar laten wij op 5 mei, en ik hoop nog heel lang, de bevrijding vieren. Ja, hoe is dat? Hoe is dat?